Op 8 mei vond voor de tweede keer Beekdalen Doet plaats. Een initiatief van de fuserende gemeentes Nut, Schinnen en Onderbanken om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken. Tientallen ambtenaren van de drie gemeentes gingen op verschillende plekken in Beekdalen aan het werk. Zo werd er bij het helpcenter Schinnen voor gezorgd dat de parkeerplaats en oprit weer volledig egaal zijn. Daarnaast werden er kleding en kledingattributen gesorteerd en opgeruimd, om hulpbehoevenden bij het helpcenter zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In het museumdorp Nonkebuske in Schinveld gingen de handen ook stevig uit de mouwen. De oude vakwerkhuisjes konden namelijk wel een goede verfbeurt gebruiken. Er werd gewit en gebeitst om het dorp tip-top het zomerseizoen in te laten gaan. Meer weten over de activiteiten binnen Beekdalen en de aanstaande fusie? Surf naar www.beekdalen.nl.